scheidsrechter de bal met Dominique van Dijk. Weer een duel met Goudmijn. Ja, en opgejaagd wild is de oudspeler van Haarlem, want een heleboel Haarlem-spelers willen hem pakken. En Goudmijn duwt wat, trekt wat. En er zijn wel meer die wat aan het trekken en het duwen zijn door Moussoglu. En ook van de bal komen de spelers af. Cordes, reservespeler van Haarlem, met een linkse die er mag zijn. En die ook nog raak is ook. Een speler van de bank, ja, meerdere spelers van de bank nu op het veld. Schoppen, slaan, spugen. Ik kom wel eens bij ijshockey. Maar dit wordt weinig vertoond en gelukkig maar op een voetbalveld. En met name, ja, de hele bank stroomt leeg. Die Cordes, die al in de eerste helft werd gewisseld bij Haarlem, die daar flink begint te beuken vanaf die bank. Die wordt nu ook weggedragen door andere reservespelers. Ook Sergio van der Band, de keeper van Haarlem, er nu bij om die Cordes weg te leiden. Maar daar staan dus een paar mensen te beuken en er liggen ook een paar op de grond. Eén van Haarlem, en dit is Bram Suiza, de grensrechter, die heeft het gezien. Jij daar, ik heb jou in de gaten. En Henny de Graaf, de scheidsrechter, op advies van Bram Suiza haalt Cordes er ook uit en geeft de reservespeler van Haarlem rood. Hoor, dat lijkt me wel terecht, ja. En vervolgens veel gepraat en ook Goudmijn krijgt rood. Oké. Okay. Goudmijn des duivels, ja. Heldhaftig werk van Peter de Roo, reservespeler van Cambuur, om hem te bedaren.